Steeds meer kinderen spelen spelletjes op de computer, de Nintendo en de DS. Steeds minder kinderen spelen buiten op straat. In Winschoten hebben we de speeltuinvereniging Sint Vitusholt. En laat die speeltuin nu net de afgelopen maand opnieuw heropend zijn na een grondige renovatie. Voorzitter Hendry Mulder van de speeltuinvereniging Sint Vitusholt. Vandaag een belangrijke dag. Speeltuin Sint Vitusholt, hoe is het eigenlijk ontstaan? Ontstaan in vier personen die een zomeravond in 1958 op een hekje zagen. En toen een motorrijder met een enorme snelheid voorbij kwam zetten, dachten ze eigenlijk iets. Er moest een plaats komen in de bomenbuurt waar kinderen veilig kunnen spelen. Was het toen de enige speeltuinvereniging in Winschoot? Nee, wij waren nummer 3 toen momenteel. Voor die tijd was het speeltuin De Garst. En we hadden een speeltuinvereniging Bovenburen op de Tromplaan. En die beide zijn ouder als deze. Beide zijn helaas gestopt. Eerst was De Garst die stopte. En sinds een jaar, wat ik begrepen heb, is ook Bovenburen geen speeltuinvereniging meer. Dat vind ik heel jammer, wij zijn de laatste die over zijn. Het was de jongste van de drie. Maar wij zullen er zeker voor zorgen dat hij nog jaren en jaren doorgaat. Anno 2009 is natuurlijk veel verandering voor de kinderen, ook op technologisch gebied. Denk aan computers, interactieve spelcomputers voor de televisie. Ja. Merk je dan ook in zo'n speeltuin? Nee, absoluut helemaal niks. Mooi weer, daar zijn ze hier toch met z'n allen. Wat er eigenlijk interactief zijn we in ons gebouw. En wij ook PlayStations en andere spelcomputers staan. Wij hebben enorm veel activiteiten dus daarin. Wat werkt vanaf september tot en met eind april. 5 september dit jaar, altijd de eerste zaterdag van een jaar, hebben wij openingsdag van het winterseizoen. En dan start dus alle binnenactiviteiten. En dat houdt in van knutselclubjes tot disco's voor kinderen, recreatieve clubs. Ook voor oudere jeugd, dat ze hier een dartje komen gooien, een voetbalspelletje spelen, een biertje komen drinken. Nou, voor elk mens wat wils, klaviasavonden, bingoavond, bazaars, carnaval. Het is te gek om op te noemen, maar elke dag is er wel wat te doen hier. Even naar de speeltuin kijkend, gerenoveerd. Hoe lang heeft het geduurd? 4 jaar geleden ben ik hier als voorzitter begonnen. Ik had toen het plan om binnen 3 jaar, want dan zal de speeltuin 50 jaar oud worden, 50.000 euro bij elkaar te sparen met ons allen. Om die kinderen een pracht van een klimtoestel te geven. In plaats van een feestavond, hè, dat je dus de verjaardag van de speeltuin viert in een tent. Dus daar zijn we mee begonnen toen die tijd. We zijn dus zover gekomen dat het van 1 klimtoren alleen maar groter werd. Er moesten naar gehandicapte kinderen gekeken worden. Het geld kwam automatisch steeds meer binnen via fondsen en zo. Door onze eigen activiteiten ook enorm van binnen gehaald. Dus wij hebben er enorm druk mee gezet. Helaas hebben we het vorig jaar dus niet kunnen redden met het 50 jaar bestaan dat dit allemaal gerealiseerd was. Nu wel, een jaar later. We zijn ook enorm trots op deze speeltuin. En ik heb ook enorm veel waardering voor alle vrijwilligers die dit opgebouwd hebben. Maar ook namens alle leden, buurtgenoten die zo vrijgevend geweest zijn voor ons. Door giften en steun naar ons toe. En al was het ook een flesje dorbertjes of het was een lege fles voor de flesnactie. Met ons allen is dit gerealiseerd. Ik ben er enorm trots mee. Het is wel mooi geworden, de speeltuin. Ja, heel erg mooi. Ik vind die kronkelglijbanen vind ik heel erg tof. Ook die gangetjes.
hij is heel erg veranderd. Het lijkt wel dat hij veel groter is geworden. Ik vind de tunnels en die ondergrond glijbaar meer.